Blinde mensen met een hond en taxi's, gaan die samen? Nee, steeds minder. Waarom? Omdat er steeds meer chauffeurs zijn die mensen met een visuele handicap en een blinde geleidehond weigeren. En waarom doen ze dat, denk je? Ja, de ene chauffeur zegt dat hij bang voor honden is, de ander vindt het vies. Kwestertje? Ja, ik vind het niet meer dan normaal dat blinde en slechtziende mensen net zo behandeld worden als ieder ander. Hoe heet jouw hond? Dusty. Jij en Dusty gaan vandaag voor Ponyus Undercover in taxi's om aan te tonen hoe groot het probleem is. Ja, ik ben heel benieuwd wat we gaan meemaken. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik lust ze rauw. Let op, rechts vooraan. Goed, zo braaf. Hallo. Sorry? Niemand er auto. Waarom? Neem een grote hond. Ja, maar waarom niet? Het is een blinde geleidehond. Ja, maar het is te groot. Is te groot? Hij kan toch gewoon voor mijn voeten? Ja, achter mijn oogjes hoor. Huppie daar. Goed zo, vooraan. De? Hallo. Hallo. Bent u vrij? Ja. Kunt u me meenemen? Ja. Fijn. Oh ja, dan wil je even wat pakken. Wat is het? Ik kan niet, sorry. Maar mag ik u vragen waarom niet? Ja, ik heb een nieuwe auto, ik kan niet, sorry. Een rollator heeft toch ook vieze wielen? Nou ja, ik vind het echt schandalig. Maar goed, oké. Fijne dag verder. Goed zo, vooraan. Hallo. Sorry? Ik neem geen honden. Waarom niet? Ik ben geen PCM, die tweede taxi. PCA neemt u nog. Ja, maar waarom neemt u geen honden mee? Ik neem geen honden in mijn hand. Ja, maar mag ik vragen waarom? Daarom, ik hou niet. Ik heb allergie voor honden. Daarom. Allergie voor honden? Ja. Nou, ik ga het bij de volgende proberen. Jammer. Sorry. Heel jammer. Ga maar door, dus. Let op, hè. Goed zo, kijk eens dus die. Rechts, vooraan zoek de deur. Rechts zoek de deur. Hallo, bent u vrij? Ja, waar? Ik moet naar het gemeentehuis. Met hond? Ja? Nee, waarom niet? Nee, niet. Nou, waarom niet? Het is een blinde geleidehond, hè? Het is blinde geleidehond, man. Het is een blinde geleidehond, die mag je niet weigeren, hè? Het is een blinde geleidehond. Nee, dat is anders. Ik ga weg. Nou, ik ben er wel een beetje klaar mee. Waarom weigert je collega haar om mee te nemen? Ja, dat vind ik belachelijk, ik weet het niet. Maar waarom doet hij dat dan? Ja, nou, dat moet hij aan hem vragen. Dag meneer. Mag ik iets vragen? U wilde geen hond meenemen. Doe maar dicht alsjeblieft. Waarom doet u dat? Honden. Ja, dit is een hond, ja, het mag toch? Ja, maar ik ben bang hoor, met honden. U bent bang van een hond? Ja. Vindt u van een taxichauffeur? Ja, belachelijk. Het is verplicht om een blinde geleide hond mee te nemen, maar... Maar dat doen heel veel taxichauffeurs in Amsterdam niet. Nou, blijkbaar niet, nee. Wat moet de overheid doen? Ja, maatregelen nemen tegen dat soort dingen. Zoals wat? Wat voor regels? Ja, dat soort mensen niet toelaten, denk ik. We hebben het 5 keer geprobeerd en alle 5 keer is het gewoon raak. Een 100% scoren. Wat doet het met je? Het geeft je een machteloos gevoel. Je wil behandeld worden zoals ieder ander. Ook ieder ander die geen beperking heeft. En je wordt gewoon gediscrimineerd. En dat vindt niemand leuk. Dit is een heel vervelend incident als dat gebeurd is. U zegt een incident. Als ik de mevrouw spreek, dan gebeurt het aan de lopende band. Dus we kunnen hier helemaal niet van een incident spreken. Nou, dit is een te vaak voorkomend incident wat we ook echt gaan aanpakken. Want dit kan niet, dit is ontoelaatbaar. Het weigeren van een blinde met zijn of haar geleidehond staat gelijk aan het weigeren van een rit aan iemand met een handicap. En dat kan toch in Nederland niet waar zijn, dat mensen met een handicap worden geweigerd om hun reis te vervolgen. Dus dat is echt ongelooflijk. In de nieuwe wet krijgen de gemeentelijke autoriteiten de mogelijkheid om groepen taxivervoerders in hun gemeente toe te staan. En dus ook om groepen taxivervoerders in hun gemeente te weigeren. En als een van de chauffeurs uit zo'n groep besluit om een blinde geleidehond niet mee te nemen, dan kan de hele groep daarvan schade onder lijden. Dan wordt de hele groep de vergunning ontnomen.